allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Nou, het is maandag en ik ben weer gewoon aan het werk. Het leuke weekend is weer voorbij helaas. Ik heb natuurlijk niet de Feyenoord vlog, maar de vlog daarvoor verteld hoe het Negenpleinenfestijn geweest is. Het was natuurlijk geweldig met alle mensen die er waren. Echt een top sfeertje. Eindelijk is een keertje echt een leuke feestje kunnen bouwen. Nou, ik heb nog steeds een beetje last van de hoest. Ik heb zin om dadelijk Planet Coaster te spelen, dus dat ga ik ook nog even lekker doen. En de poesjes zijn ook weer blij dat ik er weer ben. Ik heb vandaag weer gewerkt en ik vind het altijd zo moeilijk. Hè. Dan heb je zo'n leuk weekend gehad en dan moet je weer gaan werken. Dat vind ik altijd zo balen. Daar heb ik altijd best wel moeite mee om dan weer na een heel tof weekend weer op te starten. Om weer gewoon een dagelijkse werk te doen. Maar uiterlijk wel hoor, als ik dan weer even een uurtje bezig ben, of een half uurtje bezig ben, dan gaat het wel weer. En dan ben ik wel weer vol energie om weer gewoon de dagelijkse dingen te doen. Ja, Negenpleinenfestijn zit er dus op. En gisteren natuurlijk ook naar Feyenoord geweest. Feyenoord tegen NAC was weer niet best. 4-2 gewonnen, dat wel. Gelukkig weer 3 punten. Maar ja, om nou echt te zeggen van jongens, het was... Het was niet goed. Het zat weer niet lekker. Die 4-2, dat was ook weer onnodig. Een onnodige overtreding waar dat eerste doelpunt van NAC uitviel. Dan weer zo'n lullige tegendoelpunt waar het tweede tegendoelpunt uitviel. Het is allemaal niet nodig. Je staat op een gegeven moment sta je met 4-1 voor. En dan nog zo'n lullig doelpuntje tegen. Het was toch wel weer even billen knijpen hoor. Want we weten natuurlijk de wedstrijd tegen Heerenveen. Wat er toen gebeurde. Toen gaven ze in volgens mij 13 minuten of zo gaven ze 3 doelpunten weg. Dus het was weer even billen knijpen toen ze de 4-2 maakten. Van ik hoop niet dat het nou weer waardeloos is. Dus, maar gelukkig bleef het daarbij. En hebben we gewoon weer de punten binnen. Nou, ik... Gaat zo lekker even Planet Coaster. Ja, ik heb niet zo erg veel te vertellen, maar ik wou wel even een vlogje maken. Nogmaals over het weekend. Ja, ik had al een vlog erover gemaakt natuurlijk in het bos, in het Vogelenzangpark. En nu is het weer het gewone werk. Hè? Weer het gewone werk, dagelijkse dingen. Gisteren kwam ik ook al bijna Quincy tegen. Maar die zat net in de andere metro. En ik keek even bij het metrostation van hoe laat zijn metro kwam. Maar dat was 10 minuten. Hè. En ik had al eten besteld. Ik heb tegenwoordig vind ik dat zo handig, de thuisbezorg app. En ik had om 8 uur had ik al eten besteld. Dus ik kon even niet op. Anders had ik wel even gewacht op hem. Maar. Dus ik moest op tijd thuis zijn voor het eten. Nou, Ramon die is om een uur of 9 of zo weggegaan. En toen is hij naar huis gegaan. En vanmorgen was hij te laat op zijn werk. Ja hoor, Ramon had zijn weer verslapen. Het gebeurde weer, hè. Dus, ik heb dat ook af en toe wel eens. Het is gewoon, zeker met die rare tijden allemaal... Is het een beetje rot. We zijn nu weer de oude tijd begonnen. Normaal is het natuurlijk altijd om 7:30 tot 4. We hebben tijd gehad. In de zomerperiode was het van 7 tot 3:30. En dan hebben we ook nog het tropenrooster gehad. En dan was het van 6 tot 2:30. Was het. En elke keer die veranderingen. Dat is ook een beetje... Dus ook een beetje, dat moet je kunnen of dat moet je niet kunnen. En ik heb er best wel moeite mee. En er waren nog heel veel anderen die er ook best wel moeite mee hadden. Maar de scholen zijn weer begonnen. Het echt extreme warme weer is voorbij. En we gaan gewoon weer de winterperiode in. Dus het is nu gewoon weer van 7:30 tot 4 dat ik moet gaan werken. Dus ik vind het al lang best
Geef mij maar gewoon aan 12:30 tijd. Dat is gewoon het beste eigenlijk. Dat is het meeste wat ik eigenlijk gewend ben. Ik heb eigenlijk al die jaren van 3:30 tot 4 gewerkt. Dus ja, 3:30 tot 4, dat is eigenlijk het beste eigenlijk. Alhoewel ik die van 7 uur ook niet echt verkeerd vond. Maar goed, in ieder geval, ja, ik ga nog even lekker, denk ik, even Planet Coaster spelen. Hè. Ik heb niet veel meer te vertellen. Ik ga het hem dadelijk nog even aanzetten. En ik ga nou even lekker Planet Coaster, even lekker uitrusten. Op mijn gemakkie eventjes. De hele dag gewerkt, dus ik ga het, ja, het is af en toe ook wel eens even weer tijd voor ontspanning. En ja, als ik mijn eigen dan wil ontspannen en wil dat, ja, dat ik lekker bezig ben. En dat heb ik altijd, want ik altijd als ik het spel speel, dan verlies ik de tijd. Want dan kijk ik op een gegeven moment op de klok en denk van, huh, is het al zo laat? En dat is natuurlijk Planet Coaster. Planet Coaster vind ik echt een geweldig spel. Ik had vroeger mijn Rollercoaster Tycoon 3, had ik dat ook altijd. Als ik dat ging spelen, dan keek ik later op de klok of zo en dacht ik van, huh, zo, is het nu alweer zo laat? Dan vliegt de tijd gewoon voorbij. Ik wil echt nog eventjes even lekker spelen, dus ik ga hem even neerleggen. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, nou, daar ben ik weer, jongens. Ik ga naar mijn bedje. Het is 12:00 geweest. En ik ben het zat. Ik ga naar mijn bed. Ik morgen weer vroeg op. En ik ga lekker slapen. Net nog even Planet Coaster gespeeld. In mijn pretpark Disneyland Spijkenisse. Ja, erg origineel hoor. Erg origineel. Nog een bobsleepbaan gebouwd. Ik heb de trein aangepast. Ik zal nog wel een keer een livestream doen waar ik het laat zien. Wat ik allemaal veranderd heb, wat ik allemaal gebouwd heb. En ja, was wel even lekker. Ik ben een paar uurtjes mee bezig geweest. En voor de rest heb ik eigenlijk niet veel meer gedaan. Ik heb eigenlijk alleen nog maar even lekker Planet Coaster zitten spelen. Daar had ik echt zin in. Echt zin in ook. En dribbel heb ik te boren. En ja, ik kan boren wat ik die morgen wil. Maar ik ga toch echt lekker slapen. Ik ben het zat. Ik ga de deur even op slot gooien hier. Ga ik even de donker in. En ga ik lekker naar een beetje toe. Want ik ben echt zat. En morgen weer een nieuwe werkdag. Hè. Morgen is het alweer dinsdag. Dus even lekker de deur op slot gooien hier. Want ja, je weet het maar nooit hier. Hoor. Het is die Spijkenisse, hè? Die Spijkenisse. Je weet het maar nooit hier aan al die gasten allemaal. Zo. Hè? Kijk nou eens. Het leek net of dat Boquito buiten was. Het leek net of dat Boquito buiten was. Hij is toch wel buiten? Of ben ik nou... ja, daar zit hij gewoon. Zit je broer buiten? Ik heb je even beeld gezien. Ja, ik zag echt... Ja, ik kon het even niet filmen omdat mijn auto ook voor de deur staat. En dan zie je de kenteken. Ik vind het niet zo leuk als mijn kenteken op internet staat. Maar ik zag precies dezelfde kat zag ik. Ik dacht echt eventjes dat hij naar buiten was gevlucht. Dus daarom denk ik, nou, ik ga gelijk maar even kijken. Ja, ik bedoel dat jij echt gevlucht was. Ja, je weet het niet. We hebben maar aan een klein stukje deur open. Hebt hij al genoeg om te ontsnappen, dat beestje. Het is echt... hij heet wel Boquito, maar het is ook echt een Boquito ook. Want als hij de kans krijgt om te ontsnappen, dan doet hij het. Dribbel, kom. Dus, dat was echt grappig. Ik had echt zoiets van, hè... Ik schrok er echt een beetje van. Ik had echt zoiets van, volgens mij... ik toch even voor de zekerheid even kijken. Nou, in ieder geval... gelukkig is hij niet ontsnappen. Hij zit lekker op de... Hij zit lekker bovenop. Dus hij vindt het ook best. Ik vind het ook best. Lekker op de afzuigkap zit hij. Vind het lekker, Boquito. Hé. Hey. Wie is het dan? Boquito. Gek beestie. Dus ik ga hem lekker even afsluiten. En ik ga lekker naar mijn mandje toe. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in.
Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer je natuurlijk op It's Ultrex. Nog steeds 401 abonnees. Moeten er meer zijn, jongens. Het kan makkelijk. Abonneer even allemaal op mijn kanaal. En maak mijn kanaal groot. En doe even een duimpje de lucht in. En als je geabonneerd bent, druk even op het belletje. En klik de notificaties aan door het aan te vinken. Dan word je altijd op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groeten van deze kant. En ik spreek jullie allemaal gauw weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Iedereen de groetjes. En ik zou zeggen, ciao, tot de volgende vlog.